Een goedemorgen. Ja, sorry dat ik even lach hoor, maar. Je kan beter een dag vrolijk beginnen dan chagrijnig, vind ik. Nou, ik ga vandaag weer trainen. En nou alleen de benen. En moet ook weer sterker worden. Want anders heb ik zo meteen een borstkas van hier te Tokio en twee van die spillebeentjes doen. Dat gaat ook weer niet. Dat ga ik vandaag doen. Ik krijg om 12:30 krijg ik hier iemand om een vochtplek te kijken in de badkamer. Dus. Nou, wat heb ik als ontbijt? Nou, u raadt het al. Denk ik. Kwark met twee eitjes. Nou, ik heb er nou drie, want dan was het pak op. En nou, dat ga ik heerlijk opeten. En dan ga ik weer richting sportschool voor een paar uur. Ik heb er nog steeds plezier in. Ik lach me nog steeds dood. Eergisteren kwam er een vrouw naar me toe. Hey, meneer, u wordt lekker slank hoor. Ja, ik denk, nou ja, laat maar. Dus, maar ja, ik word inderdaad slank. Sommige mensen die me gezien hebben. Die we kennen, die beamen dat ook. Dus. Ik ga even eten en dan ga ik richting sportschool. Ik zie u later. Goedemiddag, we zitten weer bij de lunch. Ik heb weer lekker getraind. Dat ziet u wel aan mijn oogjes, denk ik. Wat heb ik gedaan? Ja, alleen mijn benen en gelopen op de hamsterband en gefietst. Dus we willen een uur lang met elkaar. En een uur met mijn benen bezig geweest. En nog eventjes mijn borsten, of tenminste, mijn biceps en triceps met één apparaat gedaan. En nou, ik had wel, word sterker. Ik had eerst met optrekken. Jezelf optrekken. Dan kun je het tot tegengewicht zetten en dan ik op 68 staan. En dat lukte verleden week gewoon. En op 64 had ik hem ook gezet en dat was maar 5 keer. En nu deed ik 10 keer met 64. En dan krijg je 60 kilo. En dat trok je 5 keer op. En dat vind ik toch wel een prestatie van mij. Ook met mijn biceps en mijn triceps, hoe heet het, is het nou 41 kilo. Dus dat ik weg kan drukken en weer ophalen. Dus het gaat de goede kant op. Het gaat de goede kant op. Dus. En wat heb ik als ontbijt? Nou, ik heb geen, of ontbijt, lunch. Ik heb geen sla, ik heb geen... krikkertjes, maar ik heb noedels met omeletreepjes erin en dan moet ik het tot vanavond doen. Dus. Okay. Nou, dat was het even. Het was even een korte, want ik krijg zo meteen een opzichter voor een vochtplek in mijn dinges. Ik ga kijken of ik het allemaal kan nemen. Dan neem ik ook kan ik ook zeggen van hallo. Dus. Nou, ik wens u een. Zo, we zijn weer aangekomen bij. Wat? Eten we vanavond? Nou, we eten vanavond een viscurry met spinazie. En kikkererwten. Dus. Lekker met rijst. Ik gebruik de rijst van de Action. Die Zero rijst. Er zit zit 7 calorieën in, maar 0 koolhydraten. Dus dat scheelt.
wat heb je nodig? Nou, het woord zegt het al. Spinazie. Kikkererwten. Twee tomaten. Eén, of tenminste 2 centimeter gem. Zo. We zitten weer aan tafel. En de week is om. Dus, tenminste de werkweek, de trainingsweek, het zit erop. Ik vind het jammer, maar ja, dat is mijn idee. Dus. Nou, wat heb ik vandaag gedaan? Nou ja, ik heb getraind. Ik heb mijn omvangen van het vochtplek. Ja, dat komt door de spatten van het water. Partijon, dat is zo slecht, man. Het is zo een slechte woningbouwvereniging. Maar ja, ik geloof dat in elke stad wel zo'n bouwvereniging of zo'n woningbouwvereniging is. Woningcoöperatie, opgericht om sociale woningbouw, maar deze die verkoopt het alleen maar. Dus, nee, het is een echt een hele slechte. Maar ja, in ieder geval, ik heb een dag boven me over. Ik stort er niet in. Ik woon er niet in Groningen. Nou. Dit is wat ik gebrouwen heb. Rijst met een viscurry. Heel simpel. Spinazie. Gember, kikkererwten, tomaten, een rood pepertje, om het een beetje pittig te maken, kabeljauwfilet, en dat zit er allemaal in. Dus, nou, rijst van de Zero Rijst van de Action. Ik heb ze nog nergens anders gezien. 99 cent, dus... Dus mijn bordje is weer gevuld. En ik vind het feestelijk. Ja, wat ga ik vanavond doen? Ik weet het niet. Ik weet nog niet eens wat er komt. Zo goed kijk ik altijd in. Ik ga wel de terugkeer van het torenvallen kijken. Dat vind ik wel mooi. Ik ga wel van natuurserie, vind ik. Dus, die ga ik wel kijken. En ja, voor de rest geen wereldraad, hoor. En ook niet Pauw, kijk ik liever nog naar het MBBA, worstelen, vechten, weet ik veel wat het is. 4 december komt het uit Nederland, dan krijgen we een kickboksen gala, dat heet tegenwoordig Glory, in plaats van kickboksen. De regels zijn het zelf. En een vriend van mij die is commentator. Zoon van Ruud Post, Jeroen Post, dus die is wereldkampioen geweest in M4 kickboksen. Dus of hij nog is, weet ik niet, maar nee, en dan zit voor mij in de avond een beetje op. Ik weet niet of er een leuke film komt of zo, dus ik zie dit allemaal wel. Oh ja, hoe heet het? Homeland. Dat ga ik al kijken. Dat vind ik ook altijd. Dat vind ik een van de mooiste series. Met dat maffe wijf. Nou, dat was het vanavond. En ik wens u een hele prettige avond. En ik zie u morgen waarschijnlijk.